Het zal raar zijn, de eerste kerst zonder Xavier. Hij is als een held gestorven. Waarom moest hij nu per se mee met het leger op humanitaire missie? Hij was verdorie met pensioen. Ik zeg altijd, als het vaderland u roept, dan moet je gaan. Xavier is veel te jong gegaan. Ik mis hem. Het was niet alleen een goede vriend. Het was ook mijn beste klant. Mijn omzet is gehalveerd. Ah ja, zeg, straks stamp je de deur nog in. Oh, dennenboom. Oh, dennenboom. Wat zijn uw naden? Ja, hé, kom, kom. Doe dat niet uit mijn gezicht, zeg. Een grotere was er niet zeker. Ja. Maar jawel, maar dat gaat hier toch niet binnen? Alleen maar. Hoe groter de boom, hoe meer zweet. Ah, waar moet hem staan? Bij de tocht? Je slokt heel mijn café. Pietje, altijd zo onhandig. Gelukkig dat jij zo handig bent, ja? Ja. Zet hem voorlopig maar daar in een hoek. Ja. Allee, kom, ja, kom. Mark. Oh, pas op, pas op, pas op. Ze hebben sneuveld de cv nog een keer. Oké, draaien. Ja. Draaien. Oei. Pas op. Ja. Oh. Oeh. Ja, en. Ja. Boom, check. Oh, wat mag ik. Alleen nog de bal erin en de lichtjes. Oh. Wist je dat we kerstmis pas sinds de 4e eeuw op 25 december vieren? Volgens keizer Constantijn de Grote. Maurice. Vind je nu niet wat vroeg om al een feest te geven? We hebben nog maar pas afscheid moeten nemen van Xavier. Maar pas? Ja. Maar, dat is al wel 6 maanden geleden. Hè? Ja, voor Carmen lijkt dat precies gisteren. Ja. Het is compleet het noorden kwijt. Ah, dat is misschien een idee voor dat kerstcadeau. Wat? Een kompas? Ja. Oh, maar schat, ik... alsjeblieft, ja. Maar, ja. Heb jij nog iets gehoord van Carmen? Nee. En ik weet zelfs niet of ze naar het feest gaat komen. Ik zeg altijd, als je het niet weet, vraag het dan. Vraag het dan? Ja, Maurice. Haar vol voedselpakketten wou verdedigen tegen die terroristen. Maar ik had beter met z'n zinnen gaan kaarten en pinten pakken. Ja. Voor die ene keer dat dat mocht. Maria, zorg ervoor. Dat wij stoken niet te veel naar schotels drinkt, hè. Of wij houdt die luwe nemel wakker met zijn gesturk. En als ze achter zijn vogeltjes vraagt, niet toegeven, hè. Of je ziet elke avond scheel van de kopijn.
En mijn mond. Oh, zoek het nog. Papi deze kerst missen, hè? Ja. Kom eens hier, kom. Kom eens hier. Weet het toch? In die kerststal. Oh, dat was schoon, hè? Meneer pastoor had zich geen schoner Maria en kindje Jezus kunnen wensen. Hè? En al zeker geen Jozef. Mijn schone, schone krul. Het is koud in zo'n stal. Schaam u, zo drinken in het bijzijn van de Messias. Joke, ik bevrees. Jozef was geen alcoholieker, hè? Dat is door. Jozef en Maria hebben recht op privacy, hè? Dat was de schone tijd. Zonder woordige van de voorzitter is als een mors zonder vel bij gedacht. Uw XXL-worsten gaan er niet in. Een goeie sausies gaat er altijd in. Met die chasse niet mag gekrabbeld op met een Tesla. Vrienden, het afgelopen jaar heeft zich in de moederschoot van onze club een catastrofe afgespeeld. We moesten afscheid nemen van Xavier. Het gat dat hij daar laat is leeg. Als dat bleef, zeg, dat is niet om mee te lachen. Hè? Dat beest is veel te zwaar. Waarom wou hij per se kalkoen op het menu? Waarom niet gewoon fondue? Xavier hield van vogels. Van parkieten. Parkieten of kalkoenen? De vogel is de vogel, hè. Allee, waar was ik nu gebleven? Zijn gat. Goedele de kok, arrêtez de rigoler. Kan ik me nu concentreren, zeg. En daarom heb ik na veel weken en weken gedecideerd om onze club ook ten graven te dragen. Amen. Gaat jij stoppen met de kampioenen? Zonder Xavier zal het nooit meer zijn wat het is geweest, hè, Patricia? Ja, maar d'accord, ik heb er veel op gesakkerd, hè. Als hij al zat op de training stond, 20 golen in zijn buit kreeg, ja. Maar Xavier zorgde voor ambiance. En die ambiance is nu passé composé. Ja, dat versta ik. Maar om dat nu op kerstavond aan te kondigen? Het zal nooit de goede moment zijn. Voor de waarheid, Patricia. Amai, dat wordt een vrolijke kerst. Allee, kom mij een keer helpen, hier. Je vais faire ça. Moi-même. Tout seul. Ja, ça y est. Je polier. Je heeft bij de struisvogel verkocht, mij gedacht. Allee, aan de Van Mars. Oh.
Hoezo? Zonder nacht. Als je met Ellen Trik wilt rijden, moet je de stekker in het stopcontact steken. Vergeet. Singelbel, singelbel, singel all the way. Always fun, it is to run in the... Ja, ja, ho, ho, ho. En rond. Ja, ja, ja. Ah, Maurice, kunt jij het leeggoed en die zak oude kleren naar de container brengen? Voor u doe ik dat graag, Pascalke. Mark, ja. Voorzichtig met mijn exclusief met de mond geblazen kerstballen. Zelfs ons Madeleine heeft die niet. Geen paniek, hè, ma. Ik heb speciaal voor de gelegenheid fluwelen handschoentjes aan. Kijk, hè. Hop. Hoi. Ma. Hopla. Niks gebeurd. Nummer twee. Oh. Mijn hart. Bravo, Maurice. Ella. Ja. Die ballen kosten wel een fortuin. Ja, maar ja. Schatje, ja. Waarom staat uw alarm aan? Het is de slotshow van de warmste week op Radio Hallo Beke. Beste luisteraars, DJ Marijke heet jullie van harte welkom in de live slotshow van de warmste week. In samenwerking met Boma-worst. De caféworst voor de dorst. Goed, hè? En... Straks mag ik dus live vanuit het café bekendmaken wat de opbrengst is van onze wafelverkoop. Hopelijk genoeg om het Xavier Waterslagersfonds te lanceren. Ja, ja. Hey, Leva. Hallo. Hey. Amai, wat een grote schone boom. Ja, en dan was maar nog een grotere. Mag mijn cadeautje er al onder liggen? Ah, ja, ja, kom. Dat van mij ligt nog op de kerstman zijn slee. Weer al een brooddoos van een ander ligt zeker. Allee, vertel het nu toch, voor wie moest jij iets kopen? Nee, hé, hey, Paul. Niks zeggen, hè? Nee. Oh, dat is juist het toffe van naamjes trekken. Ja? Dat niemand weet van wie dat geen cadeautje krijgt. Oh. Ik heb weer een Xavierke gedaan, hè? Maar dat is nu al de tweede keer. Ja, sorry, maar nu is meneer Boma zijn schuld. Met Mark. Ja, meneer Boma. Nu. Oké, okay, ik kom direct, kom direct. Ja, ja, zijn batterij is plat en ik moet hem gaan depaneren. Maar hij ging die kalkoen meebrengen en dat beest moet uren in een oven. Ja, maar... Oei. Oh, wat marre. Derde keer, goede keer. Oh. Mark, verdomme, ik trek het af van uw erfenis. Ja, dat is goed, mama. Kan dat morgen? Oh. Ja, kom. Ja, ja. Ho, 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 ho. Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil. Nou. Maris, mijn centjes van de wafelverkoop. En... ik heb maar twee dozen meer over, hè. Wow. Super. Hopla, cadeauke. Zeg je mij? Uwe kerstboom verliest precies zijn ballen. Let it snow, let it snow, let it snow. Hallo. Zeg, hé, hey, broerke. Ja. Zo vrolijk. Ja. Je werd toch allergisch voor al die kersttoestanden? Ik heb me laten vaccineren. Zeg, wat denkt u? Zal ik voor een aperitief zorgen? Ja. Hè? Een Ronaldinho special. Oh. Want, madame Pascal... Cocktails shaken kan ik als de beste, hè? Ja, ja. Hele wat zeg je van plan? Ja, een cocktail maken, hè, madame Pascal? Ja. Ah, zeg, waar is uw shaker? Die heb ik niet. Oeh. Ja, dan lossen we dat op, hè. Hier, madame Pascal. Ja, ja. Allee, uit de weg. Ja, ja. Ja. Hé, hey, ik ben de beste cocktail shaker van heel de Unif. Let op, hè. Hup. Hé. Hey. Hup. Hé. Hey. Hup. Hoppa. Hé. Hey. Ho, hup, hey, hup, ho, hup, ho, hup, ah, hey, hup, oh. Oh, oh. Oh, Dino. Hé, hey, Dino, oh. Dank u. Straks moet ik anders alles op kuis. Oh. Kijk, Maurice, die zorgt voor de aperitief. Goedemorgen. Oh. Ah. Dag, schoonzoon. Ik kom mijn keuze voor het kerstdiner afgeven hier. Keuze? Ja, ja. Ik ben dus zot van toosjes met krapsela of met garnalencocktail. Met zelfgemaakte whisky-saus. Ja, ja, ja. Oh, en tomatensoep met heel veel balkjes. Ja, ja, ja. En rundst om in Madeira-saus. Ja, ja. Zeg, en als dessert zo'n kerstbus, maar dan met verse crème au beurre. Ah. Ja. 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 Jij gaat eten wat de pot schaft als je bijdrage betaalt. Hoe betalen?
Ik ben toch aan getrouwde familie? Ja, jij hebt chance, ja. Dat je dochter met Dino getrouwd is, want anders hadden wij je zelfs niet uitgenodigd. Wat? Iedereen betaalt er altijd zijn eigen eten, Dimitri. Zo kan ik ook een feest geven. Dat is dan samen 100 euro. 100 euro? Ja, uw vriendje Fernand moet ook nog betalen. Oh, 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 Fernand, dat is mijn vriendje niet, hè? Die werkt in mijn infrastructuur voor kostenniveau, hè? Dat is pure business, ja. Maar nonkeltje, als jij gelukkig bent met een man, maar dan moet jij daar toch niet voor schamen? Oh, ik zal u plaatsen naast elkaar geven. Dan kunt je onder tafel handje vasthouden. Tot Kaya! Hey, en Dimitri, vergeet uw cadeau niet, hè? Huh? Je weet toch nog wie je getrokken hebt? Miljarden! Dat ook nog! Oh, wacht. Ja. En, voilà. En dat is een chique cadeaubon, ja. Hè? Ja. Dat is goed voor een korting van 1,5% op de aankoop van winterbanden. Hallo. Dimitri, zo gemakkelijk gaat jij er niet van afkomen, hè? Bende profiteurs. Alle kampioenen, hè? Dat zijn afzetters, ja. Wow. Ah, Ben, dat is van een goede gezicht. Ik ken maar één kampioen in mensen afzetten. Dimitri, we gaan meer doen. Ja, Dimitri, kom er weer een geven. Ik zal er u een geven, op uw bakkes. Ah, je denkt van mij te kunnen profiteren, hè? Ah, je bent dat ik failliet ga, hè? Hier, Pascal, factuur van 1000 frank voor het herstellen van uw bierleiding. Xavier Waterslagers, 750 frank voor uw autoband. Ik moet de mister nog hier eens kijken. Ja. Hier, 1000 frank voor het boren van uw gat. Dimitri, je zet uw eigen ruiten aan het instampen. Mijn ruiten aan het instampen, die pottenstappen stappen maar uit erin. En gij, Carmen, hier, 4000 frank bijkomende rekening voor het herstellen van uw wagen. Ja, sorry. En gij, halve puberdik, maar niet dat ik het interview van u ga betalen, hè. En gij, een bonenstak, achter dat geld van dat radioklapje, hè, kunt dat fluiten. En gij... Zet, meneer Kolenblunder. Hartelijk welkom. Wat een juiste kleine discussie. Op te lachen. Dat kan geen iets om te drinken. Sympathiek, hè? Toen heb je echt van uw beste kant laten zien, hè? Zo sympathiek. Oh, mannen, mannen, mannen. Zo slecht is mijn schoonpa nog niet. Nee, nee, nee. Diep van binnen, hè? Heeft hij een goed hart. Merci, Dino. Goesting, een wat lekkere wafeltjes? Oh ja, ik heb deze morgen nog niet ontbeten. Dat is toch wel eens een schoonzoon, hè? Neem daar eens een voorbeeld aan. En? Lekker? En, maar 10 euro. Voor het Xavier Waterslagersfonds. Ja. Wij zamelen geld in, zodat kansarme kinderen ook kunnen voetballen. Iedereen kampioen. Ik mag dat niet uit, hoor, met een dokter. Dat is slecht van mijn de gezondheid. Zo. Dortje, ja. Heb jij Carmen eigenlijk nog gezien? Ja, ze was in de apotheek om pilletjes om te kalmeren. En heeft ze eigenlijk nog iets gezegd? Nee, ze gaat niet komen naar het feest. Oh. Ja. Ik zie dat nog niet zitten zonder Xavier. Wel, ik snap dat, maar met kerstmis helemaal alleen zitten tussen vier muren. Ja, maar wij moeten ervoor zorgen dat ze naar hier komt. Ja. Ja. Geen feest zonder Carmen. Amore mio. Ah. Ja, ja, ik zorg ervoor, ja. Ik u ook. Een kusje op uw mond. En een kusje in uw nek. En een kusje op uw... overal. Haar overal is toch proper? Madame Pascal, de sleutels van het materiaalkot, waar liggen die? Ik zou even een bal moeten pakken. Achter de toog. Ja. Ja. Zeg, jij gaat nu toch niet shotten? Shotten? Nee, nee. Het is voor het goede doel. Ja. Iedereen kampioen. Oh, ja. Oh. Nog tijd dat je een chaline blik inwisselt voor een echte voiture, mijn gedacht. Ah ja, maar mijn batterij is wel opgeladen, hè? Mijn gedacht. Voorzichtig, daar komt een bult. Voorzichtig voor onze kale koon. Geen paniek, meneer Boma. Ik heb die goed vastgebonden.
Pas op! Ah, ons vogeltje is wel nog niet gaan vliegen. Zet op je feest. Papa Noël, ik mag zot van die zeggen jengen. Je kunt die batterij daar uithalen. Ah, dat is een goede dag, mijn dag. Waar zitten die pillen er? Pas op, meneer Bobba, ik zie niks meer. Meneer Bobba, ik zie niks meer. Nog een redder. Ah, hier, hij is gestopt. Ja, naar onze hoofdplaats gaan vliegen. Oei. Van wie zijn al die brieven? Jij de minares. Oh, dat jij mij dat durft aandoen. En op kerstmis, oh, de schande. Oh, en wat gaat ons Madeleine daarvan zeggen? Pascal, genoeg! Die brieven zijn van Xavier. Hoe? Van Xavier? Ja. Voor hij op missie vertrok, heeft hij mij die gegeven voor het geval dat hem iets zou overkomen. Precies dat Xavier wist dat hij zou... Een beroepsmilitair zal daar altijd wel rekening mee houden, zeker. En wat moet jij daarmee doen? Stiekem in Carmen haar brievenbus gaan steken. Kijk, deze is voor haar verjaardag. En dit is voor Valentijn. En dan deze moet ik vandaag posten voor kerstmis. Zo schoon dat hij aan Carmen heeft gedacht. Snoezeke, zou jij dat voor mij ook doen? Als gevoelde dat je niet veel tijd... Pascalke, waar begint jij nu over? Ja, dat is toch niet zo raar? We worden wij alle twee een dagje ouder. Een pijntje van hier en een kwaaltje van daar. En een pilletje voor dit en een spuitje voor dat. Hm? Ik zeg altijd... Je bent maar zo oud als je voelt. En ik voel mij nog altijd even dartel als een jonge hengst die voor de eerste keer met een merrie in de wei mag. Merry Christmas, mijn merrie. Oh, Maurice. Ja. Oh, wat snoes. Maurice. Die hangt niet aan onze boom. Oh, waarom niet? Veel beter, zeg. Meneer Boma heeft hij zeker cadeau gekregen in de pussycat. Pas op, pas op. Ja, meneer Boma. Maar ik heb mij nog de libago aan die kalkoen. Zeg, maar wat is dat? Een kalkoen? Nee, kijk. Oh, kijk eens. Hé. Hey. Wat is dat? Oh, amai. Hier. Aandacht, aandacht. Wil de dame zonder tanden zich zo snel mogelijk naar de verloren voorwerp hebben gegeven, alstublieft. Ah, eindelijk mijn hoofd gericht. Ja. Wel, Boris. Ik heb nu al de kater. Feest moet nog beginnen. Maurice en ik, wij hebben al een aperitiefje genomen. Is hier nu geen bord tekort? Ah, nee. Pauline is er niet bij. Nee, die wou per se met de mutualiteit gaan skiën in Zwitserland. Momakke, is dat nu zo erg? Kerstmis viert je thuis met je familie. En niet op een berg in een ver land met een bende snotneuzen. Maar Pauline kan toch daarna een nieuwsbrief komen voorlezen? Ja, als ze niet in de ravijn skiet of onder een lawine geraakt. Maar ons Pauline die skiet wel minstens zo goed als ik, hè? Oh, maar nu ben ik gerustgesteld, zie. Zeg, trouwens, Pauline is niet de enige van de familie die er niet is. Het is inderdaad lang geleden dat we nog iets van uw Billy hebben gehoord. Geen nieuws is goed nieuws. Zit hier nog altijd in de United States van Amerika? Ja. En hij is daar heel goed. Maar dat beest, maar... Kunt je dan nu eindelijk hier een keer van de tafel doen? Hoe kan ik hier nu de tafel dekken? Kom aan. Maar, Doortje, jij doet nu zo raar. Er is toch niks met Billy? Nee, maar
Paul en ik, wij zwijgen daar liever over. Ik zeg altijd, wie zwijgt, heeft iets te verbergen. Ik ga even voor facteur spelen. Ah, wil je de oude kleren meepakken? En wat hebben jullie te verbergen? Maurice en ik, wij zwijgen daar liever over. Ho, ho, ho! Juke van Juke! Van Kaya! Normaal is het wel Rudolf het rendier dat de slee trekt, hè? Deze Rudolfse poten staan stijf van een artrose. Aan dit tempo, hè, gaan we nooit die 100 euro halen. Hoeveel hebben wij al? Ja, niet genoeg voor een aperitief? Ja, ik wil wel kerstmis vieren met mijn dochter, hè. Ja, dan gaan we dat zelf moeten betalen. Betalen voor een flutje met die pottenstampers? Ja, dag Jan. Kom. Amazing, hè? Kom, geef die bus in. Jinglebell, jinglebell, voor de warmste week. Ja, warm, hartige bijdrage voor de warmste week, alstublieft. Ja, ja, bijdrage voor de hongerlijdende hongerlijders die op kerstavond creperen van de honger. Man, man, man. Hebben we dat nu gezien? Gierigaard! Ja, precies, hè? Jinglebell, jinglebell, voor de warmste week. Open maar een poort om even verwaaien, DDT. Alsjeblieft. Ah. Smakelijk. Een vrolijke kerstfeest. Kom, Amadeo. Kaarten, hè. We gaan dat anders moeten aanpakken, hè. Nou, neem maar nog geen cent, maar ik heb wel een cadeau. Ja, ik moet dat ook nog zoeken. Gevonden. Hier vind ik wel een chic ensemble voor Pascal. Kom, mijn boelke. We gaan proberen van contact te maken met onze papi. Dan kunnen we hem samen een vrolijke kerst wensen. Sjoeke. Ja, kom. Allee, concentreert u. Zo, tja. Op het bord. Ja. Geest van Xavier. Zijt je onder ons? Kom, we gaan nog eens proberen. Geest van Xavier, als je mij hoort, geef dan een teken. Oh. Voor mijn Sjoeke. Van u, Sjoeke. Van mijn Sjoeke. Nee, Roeke. Dat is een teken van onze papi. Voilà. De tafel is gedekt. En u nog, Doortje. Zeg, meneer Poma. Je zou beter helpen servietten plooien. Lukt het een beetje, Mark? Ja, ja, Doortje. Ja, ik was op school ook al altijd de beste in vliegertjes maken. Hè. 960, 970, 980 euro. Ah, en als Lotto Dimitri niet zo gierig was, dan zaten we al aan 1000. Ja. Ja, c'est compris, papa. De voorzitter past bij. Tot 1000 euro. Yes! Boma de Messias. Mecenas, Balthazar. Jezus is de Messias.
Een mecenas, dat is een rijk iemand die talent... Oh, het is goed te horen dat je met Maurice in hetzelfde bed slaapt. Hè. Je bent ook al zo'n beter weter. Allee, kom, Marke. Zeg, Ella, 1000 euro, dat is een vliegende start, hè, voor het Xavier Waterslagersfonds. Ja. Schatje, ja. Breng jij dat geld nog naar de bank? Ja, ja, Bieke. Voilà, ja? Ik ben klaar. Tada, wat vind je ervan? Marke, verkeerde hoofdstuk. Ah, ah ja, kerstmis. Ik voel het al zo raar. Daarna zit een kerststal. Mark, dat is echt, de porto. Een dubbele. Vol. Ja, ja, goed, ja. Pak nu stoel. Voilà, zo. Oh, my. Oh, zo'n verrassing. Goed dat je gekomen bent, Carmen. Wat heb ik nu heb meegemaakt? Ik heb precies een spook gezien. Wat is er gebeurd, Carmen? Ik heb uit het hiernamaals een boodschap gekregen van mijn Sjoeke. En was het een kleine of een grote boodschap? Maar Mark! Ja. Zeg je? Carmen, pak jij niet te veel pillen? Ik wou de geest van mijn Sjoeke oproepen. En ik vroeg een teken. En toen... Toen viel die een brief in mijn brievenbus. Ja. Voor mijn Sjoeke? Ja. Die een brief die is toch niet van Xa... Ja. Ja, ja, ja. Je gaat nu nog niet denken dat Xavier speciaal uit de hemel nederdaalt om die brief in uw bord te komen steken. Balthazar! Wat staat erin, Carmen? Dat weet ik niet. Nee, ik heb hem nog niet durven lezen. Hè. Ik zal het wel voor u doen. Ja? Ja. De voorzitter zal de horreurs wel waarnemen. Liefste Sjoeke. Ja. Dat is verschieten. Een brief recht uit de hemel. Het zal vandaag geen gemakkelijke dag voor u zijn, maar toch wil ik dat gij van deze kerst geniet, samen met de kampioenen. Ja. Daarom wil ik u met aandrang vragen, of nee, bevelen. Bevelen? Ja. Maar ja. Nee. Ga naar hun kerstfeest en wees present op alle activiteiten, Carmen Waterslagers. Ja. Carmen Waterslagers schreef 8. Oh, oh, oh. Ik wil dat gij u amuseert. Ja. Ik ga dat ook doen. Ja. Sint-Pieter houdt zijn kerstfeest hier in café De Gouden Lepeltjes. En ze hebben mij gevraagd om daar serie te zingen, want... De echte Eddie Wally moet hier op de kerstmarkt staan met zijn sacoche. Oh, chérie. 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 Dans met mij de tango. Stop! Chérie. Blijft Xavier zijn plaat daarboven ook niet hangen. Papa, silence. Als het dan blijft. Na mijn optreden ga ik nog even drinken op uw gezondheid. Allee ja, misschien 2 of 3. Ja. Want hier is drank genoeg. Die Jezus, die kan geen water zien of hij verandert dat in wijn. Ah, oh, Xavier. Ik hoor het hem zo zeggen, hè. Ja, nog een zalig kerstfeest zoeken. En geef iedereen daar iets van mij. Dikke kus. Ook voor ons moeilijke. Voor ons moeilijke. En dat gehoord, onze papi. Ook
Papi heeft hierboven toch aan ons gedacht. Hè? Ja. Allee, Carmen, gaat je komen vanavond? Ze moet mijn gedacht, dat is een bevel van haar gezegd. Nou wel, ja. Ik kom. Voor mijn ventje. Carmen? Ja? U wel eerst een beetje opkleden, hè, straks. Ja, natuurlijk. Iets met een decolleté. Ja. Mijn ventje was daar zot van, hè. Ja. Wie niet meer gedacht. Zo de schone tettekar, hè. Ik verwacht hier iedereen straks op het appel voor de aperitief. Mm-hmm. Om 6 uur stipt. Ingerukt, oh, maar! Toch straf dat hij een brief is aangekomen, hè. Dan plakt je een postzegel op. Dat moet niet, hè. Hoe? Eeuwige liefde is vrij van zegel. Ah, ja. Jingle bells, voor de warmste week. Zeg! Hallo. U zullen bijdragen voor de warmste week, alstublieft. Zeg, jongen. Een kleine bijdrage voor die sukkelaars die honger hebben met kerstmis. Zit je nu een cadeau op te eten? Ja, dan zal er genoeg over zijn. Ik heb honger als een paard en als een rendier. Wil je ook een stukje hebben? Nee, merci. Kunnen vanavond aan tafel zitten en niet op de pot. Ik denk dat we die diner beter zelf betalen, want met Pasen zitten wij hier nog. Wel, er is toch hoop. Druk eens stil op dat knopje. Dan gaan we dat kieken eens rap pluimen. De kerstman! Toon uw warm hart met een kleine bijdrage voor de warmste week. Maar, Dimitri, ik had u niet herkend, hè. Oh, meneer Fernand. Amai. Zeg maar, goed verkleed, hè. Zeg, en voor welk goed doel zijn jullie geld aan het inzamelen? Ah, voor de 7 zieke kindjes van meneer Fernand. Oh, voor alle uitgehongerde zieke kindjes die op kerstavond met rammelende maasjes zitten, man. Ja, die kindjes rekenen wel op u, hè. Dus die zieke kindjes gaan u zeer, zeer dankbaar zijn. Ik heb nu juist mijn geld niet bij. Oh, ja, en dat dan? Ah, dat hier? Ja, nee, dat is de opbrengst van onze wafelverkoop. Dat is voor het Xavier Waterslagersfonds. Ja, ik moet dat van Bieke naar de bank brengen. Ja, je kunt toch iets aan ons geven? Nou ja, de arme zieke kindjes gaan u zeer dankbaar zijn. Ja, nee, ik denk niet dat Bieke het daarmee eens gaat zijn. Hè. Dat is wel ons goed doel. Ja, maar al die goede doelen, dat is toch geen pot nat? Oh, ja, Mark, als jij aan ons ook iets geeft, ja, dan steunt jij tegelijkertijd 2 goede doelen. Hè. Ah. Oh ja. Ja, zo had ik het eigenlijk nog niet bekeken. 2 voor de prijs van 1. Ja. Allee dan. De hongerleidertjes hebben 2. Die hebben honger voor 2. Ja. Ja, allee. Is goed. Ja, voilà. Oei. Ik heb een beetje voor. Kan hij niet vergeten? Nog iemand die wilt geven? Ja, er zijn toch veel goede mensen in het leven, hè? Denk het toch. Allee, tot straks. Ja! 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 Stop hier! Rustig, rustig! Rustig, hè! Ja, Pascal is een goeie, hè? 6 uur pil voor de apéro, maar de baarmoeder is er zelf niet. Die is zich nog mooi aan het maken. Ja. En dat had jij beter ook gedaan. Goeie smaak heb jij je ventje echt nog niet kunnen bijbrengen, hè? Dat is waar, Bieke. Van u kunnen we nog veel leren. Mark. Hè?
schone trui. Ah, dank u. Zeg. Mark, die kristallen glazen zijn nog van maman zaliger. Paul, is dat uw cadeauke? Nee, niet kijken, dat is van mij. Oh, goed. Goed gedaan, Mark. Nu kan ze niet meer kijken. Kom, kom. Doortje, straks krijgt mama zaliger nog een attack. Beste luisteraars, de laatste uren van de warmste week gaan in. Toon uw goed hart en vraag een liedje aan. Kom aan, mensen, steun ons. Zullen we dat liedje van onze openingsdans aanvragen? Dat is een goed gedacht, Peggy. Hola, Paula. Jij hebt een schone opening, madame de bakker. Oei, iedereen is er bijna. Mark, wilde jij dat eens rap aandoen? Zijn er zeker, maar? Ja, anders zou ik het toch niet vragen. Oké. Okay. Maar, ik vind dat slotje niet. Bij mij, Mark. Bij mij. Ja. Ja. Kom, kom, kom. Zal ik niet nog even helpen ons baarmoeder te versieren, zeg. Wat lastig. Heb je nog ferme vleeswaren voor uw leeftijd? Hoeveel kletsen heb jij zo al gekregen met al uw macho-praat? Nog veel te weinig. Het is door mannen als Boma dat de MeToo-beweging is begonnen. Ja, dat komt van mij. Iedere keer als ik de man zie passeren bij een vrouw met zo'n schone décolleté, dan denk ik, MeToo. Oh. Wat is dit? Oh, dat is gemakkelijk. Dat is een blote madame op de schommel. Mm-hmm. En dit? Twee blote madame op de schommel. Mm-hmm. Deze? Een blote madame in een botsauto. En dit? Twee blote madame bij een beenhouwer. Vijf blote madame in de visboka. De vlinder. Ah, een vlinder? Ja. De vlinder op de buik van de blote madame. Dat is toch niet belangrijk, hè, Popoes? Ik ben bij mijn compagnie een keer willen poseren, hè? In uw puren. Wat is dat? Seksmaniak! Wat blief? De keer weer bij naar bed gaan. Kijk, het is toch maar een kleintje. Kom maar uitleggen op bureau, kom. Precies echt, hè. En wat gaan we doen op bureau? De trio! Nu ben ik een gelukkige getrouwde man. Ja. Dankzij Bon Petit. Kijk ik nooit nog naar andere mannen. Oh, oh, en daar juist dan? Pascal. Pascal, c'est mon amour pour toujours. Hè? Dat is puur platoniek. Platonisch? Ja. Ah, Joerke. Is Nicky er niet bij? Ah, was die ook uitgenodigd? We hebben haar al zo lang niet meer gezien. Ja. Zeg, jij bent toch nog gelukkig getrouwd? Zeg, hé, hey, het zal wel zijn. Is toch geen tijd voor een aperitief? Het zal wel zijn. Ah, want we hebben iets te vieren. Kerstmis, hè? Ah, wel, ja. Ja. We wachten op Carmen. Ze had gezegd dat ze zou komen, maar misschien is ze van gedacht veranderd. En nu een verzoeknummer van Pascal de Bakker voor Maurice. Die is voor haar simpel de best. Hier is Tina Turner. Wat schat ik het toch? Mijn lievelingsnummer. Je weet dat nog. Kom aan. Come to me, wild and wild. Goed, Maurice. Ik heb het beter dan te sterren op de dansvloer. De vallende ster mijn gedacht. Pascalke,
heeft maar één amour pour toujours. Ah. En dat is alles behalve platonie. Het is platonisch, boys. Ja. Ik ben er al klaar, want ik vergavel er hoor. Dus een keer goed vast, dan zou je anders geen kwaad doen. Eerst betalen.